Ja, lieve vrienden, het is prachtig mooi weer. En daar zijn we weer blij mee. Ja, ik wel. Ja. Ik had de wasmachine draaien, ik had de droger draaien. Ik had de bak met babyspullen die ik gisteren van de week had opgevouwen. Ik weet niet eens wanneer, maar die heb ik naar boven gebracht. Ik ben dus druk bezig geweest. Ik heb alweer telefoon gehad van Karin. Dus dat is allemaal ja. En het is vandaag trouwens welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina de Beetjeboel. Dat vergeet ik helemaal weer. Het is vandaag de 6e van de 9e 2024. Het is vrijdag. Het is 14:43 en het is 26 graden, geven ze aan daar. Maar daar wie staat, daar heb ik geen verstand van. Kijken, telefoon zegt nu nog 25 en blijft 25, dus nou ja, het zal het even zijn, ja. Dus dat dus, en we gaan ook zo meteen lekker even lopen met de meisjes, maar ik wens jullie een heerlijke, fijne, zalige vrijdag, het begin van het weekend. Dus ja, geniet volop van alles met wat jullie doen gaan, en het komt heus allemaal wel weer goed. Ook hier aan deze kant komt het wel goed. Ook al kan ik straks niet meer bij die filmpjes, dan vergeet ik die filmpjes, kunnen we niks aan doen. Dan gaan we gewoon op een andere schijf desnoods verder. Ja toch, ik heb daar nog een schijf staan, dan zetten we die er toch in. Waarom ook niet? En het kan best wezen dat die het daar wel weer heen doet. Ik weet het allemaal niet. We zien het vanavond wel. Als die schijf het niet meer doet en hij is kadoek, kan ik nergens meer bij. Jammer dan, helaas, mijn plaatjes die ik daar ook in had staan, die staan op Facebook. Dus die kan ik altijd weer terugpakken als ik dat al wil. En ja, komt verder wel goed. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet ook een beetje mee. Tot later, doei doei. Miauw. Miauw. Miauw, miauw. En daar ligt Elwin. En ik heb koffie en er is ook een kopje, die is alweer leeg. En daar hebben we Rijka met één been, want een andere been is er niet. En dat is onze Dick. Dat is Dick, ja. Hij is niet Dick, hij heet Dick. Ja, daarom zeg ik ook onze Dick. En ik zit naast een scootmobiel van Dick. Die heeft nu een windscherm, ik wel. Oh, wat deed je ook mijn dikke naam? Wat is dikkie? Wat is het? Hé? Toet toeter. Toet 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 op een waterscooter. Hé? Joh. Ja, ik kwam Dick tegen onderweg met de meid. Ik zeg, ga maar mee met een bakkie. Maar hij wou eerst niet. Ik zie je raad mee. Ja, maar hoe moet ik dan bij je binnenkomen? Ik zeg, naar binnen rijden. Ik zeg, dat ding kan naar binnen. Ja, toch? Of niet dan? Ik heb niet voor niks een oprijplaat. Ik ben dan hier weer binnen geweest, dat weet ik toch niet met dat ding. Ja. Ik weet al hoe je moet er komen erachter en zo, dat weet je ik bent wel. Zo, maar ja. Ik wist niet dat je naar binnen kon rijden bij jou. Je bent hier al een keer eerder geweest. Ik denk, jij hebt je scootmobiel daar staan. Ja, die staat in de schuur. Maar ik rij er ook wel eens mee naar binnen als ik te veel boodschap heb. Ja, maar jij kan ook lopen. Ja, maar als ik te veel boodschap heb, denk je dat ik dat dan ga tillen? Nee, dan doe je misschien een boodschap voor boodschap of zo. Nee, kom nou. Ja, nee, dan rij ik zo naar binnen, zet ik hem in. Ja, nou weet ik het. Je kan naar binnen rijden. Ja, maar je bent al binnen geweest met dat ding. Hè? Je bent al binnen geweest met dat ding. Van een paar jaar terug. Nee, maar dan ben je weer kwijt, omdat het zo lang geleden is. Zo vaak kom je bij me. Ja, dat bedoel ik. Ik kom vaker bij jou dan jij met mij. Oh? Ja. Hoeveel keer was dat? Eén keer? Nee, 10 keren. Maar in ieder geval, ik ga mijn koffie ook opdrinken, anders heb ik niks. Nee, het wordt het koud. Ja, kan dat? Kan dat? Koffie koud, laat ik wel. Koffie. Koffie. Ja, de titel is koffie. Nee.
Dus dat dus. Ja, ik ga mijn koffie drinken. Dus tot later. Ja. En Dick was weer weg. En toen ben ik hiermee begonnen. Ik had een potje gekocht. Dat weten jullie denk ik nog wel. Nou, die zat nog steeds in mijn tas. Ik heb er een bloemetje met een libelle erin gedaan. Helemaal leuk. En ik heb een brief geschreven. Een grotere brief. Misschien dat het dan duidelijker wordt. Voor degene die het zal vinden. Ja. En degene die hem zal vinden, ik ga hem lekker nou niet voorlezen. Nee, doe ik niet. Die ga ik opvouwen met letters naar buiten, zodat ze zien dat het een briefje is. Ga ik oprollen. En dat het erin kan. En dan ga ik het 's nachts verstoppen met weekend. Ja. En dat begint vanavond al. Dus wanneer ik het doe, dat weet ik nog niet. Ik moet me er ook goed voor voelen. En ik moet dit nog helemaal schoonmaken. Dus ja, dat dus. Dat gaan we eventjes doen, zou ik zo zeggen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, u geniet verder van jullie dag. Mijn deur die waait half dicht. En een soortje vlinders in de tuin. Ja, echt. Ik zie er sowieso al 2 zitten nu. 3. Zie ik er. 2 heel dicht bij elkaar en de ander erboven. Wauw, 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 wauw. Echt grandioos. Maar het zijn allemaal dezelfde kleuren, hè? Die rood met wit, rood-bruin is het. Ja, heel mooi. En nog, oh, het stikt ervan. Echt. Maar ja. Maar in ieder geval, ik ga er even verder mee en dan ga ik de boel hier al schoonmaken. En even weer clean. Ja. Yeah. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, dat ben ik maar weer even. Nou, die meneer is al geweest, ja, aan het einde van de middag, want het is nou net pas avond. De schijf is weer gevonden, maar die zit niet meer in de computer. Nee, we hebben de boel even omgedraaid. Ja, en het stekkertje ervan in een ander gleufje gedaan. Nou heb ik de map net aangeklikt. Tenminste, het heet net, alweer 5 minuten geleden, maar ik heb nog steeds dat zandlopertje, laat me zeggen. Hey, het is nou, ja, tegenwoordig dat cirkeltje, maar om hem te openen. Dus dat duurt even. En hoe lang het duurt, weet ik ook niet. Ik weet wat mij te doen staat. Ik moet sowieso 2 nieuwe schijfjes zien te bemachtigen. Gekke meid. Ben je een gekke meid? Ja. Maar in ieder geval, hij is er weer, maar hij gaat een stuk. Het kan vandaag wezen, het kan morgen wezen, maar het kan ook ander jaar wezen of het jaar daarop. Hij gaat een stuk. Hij is ten einde. Hij is traag van begrip. En er is er nog eentje, die is ook traag van begrip. Dus ja, dat moet allemaal vervangen worden dus. En ik moet proberen het over te halen naar de goede schijf die dus wel goed is. En dan moet ik sowieso eigenlijk het liefst 3 nieuwe schijven. Eentje ook als vervanging voor, ja, om op te slaan. Een externe harde schijf dus. En ja, we moeten maar even zien hoe en wat. Het zal wel weer een hoop geld kosten, maar het moet wel gedaan worden. Ja. Ik heb een briefje gekregen, daar staat het op. Het zijn 2 schijven dus. De C en de weet ik veel. Ik heb er een foto van gemaakt en doorgestuurd naar mijn schoonzoon, Roderick. Dus ja, die moet me er maar weer mee helpen. Ik kan er ook niks aan doen. Blijft hij ook wel doen hoor, daar niet van. Maar ja, als ik weet nou hoe die eruit moet. Ja, ik weet nou hoe die uit die laar moet. Dat zwarte ding moet er inderdaad af. Hak er ook af. Maar dan moet hij ook aan die kant omhoog gewipt worden. En dan laat hij hem daar los. Aan de andere kant. Dat dus. Ja, weet ik nou hoe het moet, maar of ik de krachten voor heb, dat is vraag 2. En het zandlopertje blijft maar draaien. Ja. Dus ja, wat gaan we doen? We gaan de meisjes uitlaten. Oh ja, en mijn camera die aan het plafond hangt, doet het ook weer. Ja.
En als ik een geheugenkaartje heb van mijn andere camera, dan hangt die ook nog op, desnoods. En ik weet ook dat ik het, ja, ik kan me niet zo ver uitrekken, want hij is lang. Maar er hoeft niet geboord te worden, nee. En ja, je moet eens zoeken van wat zie ik en hè. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja, dan gaan we gewoon ook mee bezig te zijn de tijd. Ik moet eerst toch gewoon een geheugenkaartje halen. En dan kan je eens zoeken van wat heb ik in beeld en wat hoef ik niet in beeld. Ja, zo dus, dat dus. Maar dat komt ook wel goed. Maar in ieder geval, ik ben er allemaal wel weer blij mee hoe en wat. En we hebben lekker even ook aan het keuvelen geweest. Maar gaan we absoluut geen drinken. Nou ja, dan niet. Ja. Ik kon van alles krijgen. Ik kon koffie krijgen, kon thee krijgen, kon water krijgen, kon een sapje krijgen. Maar wou niet. Nou ja, dan niet. Nee toch, ik kan er ook niks aan doen. Maar ik ben wel blij dat het in ieder geval tot zover dat ik, al gaat het heel stroom langzaam, dat ik straks hopelijk wel bij kan komen. Dat dus. Voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appétit. Jullie zullen het misschien op hebben of niet, weet ik niet. Voor degenen die het er wel op hebben, mag het wel bekomen. En voor de rest natuurlijk, zoals ik al zei, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En ik zou zeggen, tot later en geniet ervan. Doei! Ja, lieve vrienden, het is al lang op de hoogste tijd, want het is 3:59. Oh, ja, het is laat. Maar er komt ook Patrick, die is bij me geweest. En ik heb hem geholpen om loodjes op te vouwen. Ja, dat moest vandaag af zijn, want dat moet hij vandaag naar een andere wijk brengen en dat moet om zo laat er wezen. En als hij het alleen had te doen, had hij het niet gered. Nee. Dus ik heb vanaf 11:15 tot 2:15, geloof ik. Zoiets. 2:15 geholpen. Dus ja, ik ben er ook zat. Het is bijna 4:00. Dat we gaan lekker een beetje toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard, morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.